Vind je het spannend? Ja, het is best spannend. En waarom vind je het spannend? Ja, ik vind meer de prik spannend. Ik hou niet zo van naalden, laat ik het zo zeggen. Komen jullie nou meer weer vervelen? Ja, komen wij doen, Chris. Kom je nou je prik geven? Als ja. Mag. In Nederland is maandag begonnen met het inenten van mensen met een verstandelijke beperking. De Hoge Burg is een van de locaties die door het ministerie is voorgedragen om meteen op de eerste dag te starten. We hebben in eerste instantie natuurlijk allerlei toestemmingsverklaringen gevraagd. Welke cliënten willen vaccineren? Kunnen cliënten dat zelf bedenken? Hè? Of zijn ze wilsonbekwaam en moet de wettelijk vertegenwoordiger dat voor ze bepalen? En er wordt gekeken naar eventuele contra-indicaties. En dat doet de medische dienst, de arts die eraan verbonden is, die kijkt van heeft deze cliënt mogelijk allergieën of iets dergelijks, waardoor er niet gevaccineerd kan worden. Komt de prik. Gaat ze nog even duidelijk zeggen. Ja, anders kan je hem wegtrekken. Ik heb er over getwijfeld, maar ik ben in gesprek gegaan met mijn persoonlijke begeleider, Rianne. Ik heb hem niet overtuigd, dat is ook niet mijn doel. Ik wil graag dat hij zelf ook leert nadenken van dat het belangrijk is en waarom. Dus we hebben ook uitgebreid gesproken over waarover twijfel je dan. Van waarom zou je het niet doen? En het blijkt ook dat de angst voor de naald en voor de prik zelf er ook bijvoorbeeld is. Het is al klaar. Was dat het? Ja. Jezus. Nou, dat bedoel ik. Mag ik naar huis? Want ik wil wel weer het oude leven oppakken, dat ik op vakantie kan. Dat ik weer lekker kan winkelen, kleding shoppen, naar de kroeg kan. Dat soort dingen. Alsjeblieft. Dank u. Oké, McDonald's.